Ik heb gisteren toevallig een nieuwe activiteit toegevoegd aan die BV. Je gaat een webshop beginnen? Ja, dat komt er ook bij, ja. Mm. Ons contract loopt eind dit jaar af, dus het zou kunnen dat we het anders gaan doen. Nou ja, dat kan je wel een miljoenenbedrijf noemen, denk ik, ja. Ja. Dus binnenkort zitten we ook weer allemaal op kantoor. Ik wil eigenlijk gewoon weer een soort van baan hebben, weet je wel. Dus ja. Dat hebben we gedaan en dat is nou online te bestellen. Die zei, ja, John wil jullie een keer ontmoeten. Toen dacht ik, nou ja, dat snap ik ook wel. Ja, dat noemen ze dan bij jezelf blijven. Zegt hij, dan blijf bij jezelf, blijf bij jezelf. Dus wij willen eigenlijk niet meer Marty mee, die gaan we gewoon alleen. Wat zielig. Ja, eigenlijk wel zielig, ja. Ja. Chateau Meiland en de Meilandjes zijn inmiddels uitgegroeid tot een volwassen onderneming. En ik was benieuwd naar met name dat ondernemersverhaal erachter. Dus nodigde ik de meest zakelijke van het stel uit in mijn studio hier op CVD-TV. En volgens mij is dat Erika Renkema. Van harte welkom. Dank je. Is dat zo? Jij bent wel de zakelijkste, denk ik, hè? Ja, dat denk ik wel, ja. Alhoewel, Martin kan ook wel heel zakelijk zijn, hoor. Zakelijk vanuit zijn hart. Ja, ja, maar die is heel zwart-wit, weet je. Dus soms is het gewoon echt oh nee of oh ja. En dan is hij er eigenlijk ook niet vanaf te brengen. Dus, maar ik ben wel meer van de cijfertjes. Ik ga het wel echt berekenen en bekijken. En ja, nou, en zo krijg je een beetje balans tussen twee personen. Ja, die balans die is denk ik voor iedereen wel eens een beetje duidelijk. Ja, dat denk ik. Jullie zijn, laten we even voor de duidelijkheid, hè, want we richten ons hier op een ondernemend publiek. Jij bent al heel wat jaartjes ondernemer, toch? Ja, we zijn eigenlijk begonnen in... Oh, dat vraag ik me wel. 1993, denk ik. Toen werkte ik nog bij de ING. Dat was toen nog de NMB, volgens mij. En als baan? Als baan. En Martin die begon een winkel in Lisse met zijn zus, Nelleke. Ja. En toen... maar goed, wij als partners, Walter en ik, zaten daar natuurlijk ook financieel in. Dus dat is eigenlijk het begin geweest. Walter is de vriend, de toenmalige vriend van Nelleke. Ah, dus okay. Als partner zit je daar ook in. Ik weet nog dat we naar de notaris gingen. Ja. Neem je lening op je huis en zo, weet je, als onderpand. Dus, oh ja, meteen. Ik moet trouwens zeggen, daarvoor hebben we ook nog, heeft Martin een winkel gehad in Noordwijkerhout. Toen wonen we net samen. Dat was in de jaren 80. Dat was denk ik 84, 85. Toen begon het al. Mm, zat er altijd wel in. Wat is er leuk aan ondernemen? Ja, dat je gewoon je eigen ding kan doen. Dat je gewoon, als je op inkoop gaat, dat je je eigen hart volgt. Want we hebben daar ook toen wel over nagedacht. Van ja, moet je nou iets kopen wat de klant mooi vindt? Nou, dat weet je nooit. Dus moet je gewoon je eigen hart volgen. En dan krijg je dus een bepaalde collectie in de winkel. Waarvan dus hopelijk mensen zeggen, oh, dat vind ik mooi. Weet je wel? En dan, omdat je je eigen smaak volgt, krijgt die winkel ook een bepaalde uitstraling, een bepaalde look. Op een gegeven moment hadden we succes met hele grote, wat waren nou, koppen of zo, of pluche? Ja, wij hadden dat bedrijf overgenomen van een vrouw die was stewardess en die heeft dat handeltje opgezet. Die kocht daar eens wat in het Verre Oosten en dan ging ze dat verkopen. En dat werd steeds groter en zij wilde daar vanaf, want ze was zwanger of zo. Ik weet niet meer wat er aan de hand was. En wij kochten al bij haar in voor onze winkel bij jou thuis in Noordwijk. En nou, toen hebben we gezegd, wij gaan het bedrijf overnemen. Dus wij importeerden uit China, Japan en... Zuid-Korea en nou ja, dat was dus een groothandel, ook in Sassen. Superleuke tijd. Ja. Hele 40 voet containers kwamen dan binnen, weet je wel, een paar op een dag. En dan, nou, het was natuurlijk niet breekbaar, dus alles uit die containers schuiven, heel hoog opstapelen. En maar pakken, en ik zat dan boven op kantoor alles uit te draaien. Martin die stond beneden en die was alles aan het pakken. Nou, en dan zetten we alles op de stoep en dan kwam de NPD, die kwam het ophalen smiddags. Dus dat was een gouden tijd, ja. Echt leuk. Hey, waar staan de Meilandjes, zeg maar, de onderneming? En zometeen wil ik echt, ben heel nieuwsgierig hoe dat is ingericht, zeg maar. Waar staan jullie nu? Hoe schets het bedrijf is? Nou ja, we hebben een BV en een holding. En in die BV zit eigenlijk alles wat we met tv doen. Ja. Die is nieuw, hè, las ik. Tenminste, jullie hebben... Nou, vorig jaar opgericht, ja. Toen we in Nederland terugkwamen eigenlijk. Want ja, je moet het toch vanuit een bedrijf doen. Dus ja, daar kom je niet onderuit. En de holding is puur vanuit management achter. Dus dat je hebt een holding en daaronder heb je de werkmaatschappij. Ja, precies. Maar heb je maar twee BV's dan? Ja. Oké. Okay. Vroeger hadden we er meer, maar we hebben er nu maar twee. En ik heb gisteren toevallig een nieuwe activiteit toegevoegd aan die BV. Oh. Maar daar ga ik verder nog niks over zeggen. Want ik moest ook al bij de A zeggen, geen B. Ja, maar bij de KVK moest ik ook al invullen wat het was. Yeah. Dat wilde ik een beetje omzeilen. Ik kan wel zeggen, het is een webshop. Maar waarin, dat wilde ik niet aangeven. Toen kreeg ik een briefje van, ja, dat moet je opgeven.
Maar bij ons is het probleem, shownieuws en RTL Boulevard en dat soort... Die struinen elke dag... Die struinen dat helemaal af. Ja. Die hebben een soort computer aanstaan dat alle... die zoekt dan op Meiland of zo, ook in het kadaster en bij de KVK en zo. En dan krijg je weer, we hebben dat en dat gezien, hoe zit dat nou? Dus... Maar je gaat een webshop beginnen? Ja, dat komt er ook bij, ja. Hmm. En, maar goed, je zit hier niet om zeg maar, nieuwtjes te vergaan. Was ik niet van plan in ieder geval. Wat ik interessant is dat... want hoe werkt dat? Even de ervaring met de televisiewereld. Is natuurlijk, ik ken de televisiewereld een beetje. Ja, jullie zijn er natuurlijk in een paar jaar tijd echt ondergedompeld... en commercieel succesvol geworden. Kun je dat eens schetsen wat voor wereld dat is? Nou ja, wij wisten er natuurlijk helemaal niks van. En Dat is natuurlijk wel lekker, want je doet gewoon maar wat... en. Je doet gewoon je eigen werk en zij volgen je. En dan na de eerste keer... Nou, we hebben natuurlijk... Ik vertrek gedaan in 2006 en 2007. Maar goed, dat daar gelaten. Toen begonnen we dus begin 2019. Toen kwam in mei de eerste aflevering op tv. En toen hadden we iets van 550.000 kijkers. Dus wij dachten, nou joh, het gaat hem niet worden. Nou ja, joh, jammer, weet je. En, maar de volgende afleveringen begonnen te stijgen. En toen zaten we een keer bij... hoe heet die gozer nou met het praatprogramma? Jeroen Pauw. Jeroen Pauw. Ja. De Jeroen Pauw. De Jeroen Pauw, ja. En aan het eind, nou ja, wij waren aan het eind van het programma... en toen zei hij dus van, oké, ja, want Martin zei... ja, het begint nu op SBS6. De herhaling was het toen volgens mij. En toen zei Jeroen Pauw, nou, mensen allemaal even overschakelen... en goedenavond. Nou, en toen kregen we dus een heel ander kijkerspubliek, ook van NPO. Hmm. En toen is het echt gewoon zo hard gestegen... En in seizoen 5, die we nu net is afgelopen, daar hebben we het record verbroken. We hebben met uitgesteld kijken, je mag dan 1 week meetellen, zijn we over de 2 miljoen gegaan. Dus kijkers, dus dat is wel super. Ja. En dus komen er van alle partijen die willen contract met je afsluiten en zo. Want jullie zijn het product en dat moet zeg maar commercieel ingevuld worden. Ja, je bedoelt tv of TV? Nee, want wij hebben een contract. Met Talpa? Met Talpa, ja. Okay. En zij produceren? Want hoe werkt zo'n contract dan? Nee, Vincent TV die produceert het. Ja? Dus we vielen eerst onder Vincent TV. Maar toen werd het al gauw te groot. En toen werd het omgezet naar een contract met Talpa. Oké. En hoeveel jaar is dat nu? Dat is nu 2019, 2020 en 2021. Dus het loopt al 3 jaar. In het begin dus Vincent. En wat houdt, 2 jaar met Talpa. En 2 jaar met Talpa. Wat houdt zo'n contract dan in? Wat spreek je dan met elkaar af? Nou ja, dat zij ons mogen volgen eigenlijk. Ja. En dat wij dat allemaal vrijgeven. Dat het allemaal goed is. En je spreekt natuurlijk een bedrag af. En that's it. En dat alle rechten van hun zijn dan. Ja. En de exploitatierechten ook. Ja. Waarom heb je dat niet in eigen beheer gedaan op een gegeven moment? Tenminste, want daar stond ons hoofd helemaal niet naar. Weet je hoe druk wij toen hadden? Nee. Nee. Hmm. Maar en nu? Zou kunnen in de toekomst, ja. Zou kunnen. Ja, ik kan me voorstellen dat je zit... Kijk, dit soort partijen zijn erg goed in het zeg maar, het contract sluiten... voordat het succes echt losbarst. En als dan het succes echt daar is... kan me voorstellen dat je wel eens achter de oren krapt en denkt... tering, zij verdienen er best wel veel geld aan. Ja, klopt. Nou ja, ons contract loopt eind dit jaar af. Dus het zou kunnen dat we het anders gaan doen. Eind 2021? Ja. Loopt het contract af? Ja. Oké, en je hebt nu een nieuwe BV opgericht... die je ook zelf televisie gaat maken? Ja, dus het zou kunnen. Ah. Ja. Hoeveel heb je mensen in dienst... Ja, wij alleen, Martin en ik. Wij zijn natuurlijk werknemer van de BV. That's it. Je hebt verder geen... Nee. Zeg maar allemaal zelf. Nee, en is het, even voor mij, en ik hoef geen exacte... Maar dat is een miljoenenbedrijf, toch, denk ik? Of tonnenbedrijf, miljoenenbedrijf? Waar, in welke orde van grootte zit zo'n onderneming? Nou, ja. In Holland. Per jaar? Ja, per jaar? Nou ja, dat kan je wel een miljoenenbedrijf noemen, denk ik, ja. Ja? En de dochters... Niet die heel zit... veel miljoen hoor, maar... Nee, maar wel boven de 1, zeg maar. Ja. En zitten de dochters er ook in? De dochters zitten niet in het bedrijf, maar die krijgen wel een vergoeding voor het verschijnen in de serie. Dus die sturen mij gewoon een factuur. Ja, ja, ja. Maxime stuurt de factuur. Er gaan allerlei facturen heen en weer. Ja. Nee, Martin, wij zijn gewoon in dienst. Ja? Nee, ik ben ook de manager, maar we hebben natuurlijk geen managercontract of zo. Want bij Martin en ik... Bij Martin en mij is gewoon alles 50-50. Dus wie wat ook doet, gewoon 50-50. Zo is het altijd geweest. Ja. En zo blijft het ook. Alleen de kinderen sturen dan een factuur. Die hebben een eigen zaak of eenmanszaak of BV, worden die factureren. Want daarna heeft natuurlijk de winkel. Ja, precies. En en dan Maxime, die heeft nu ook een bedrijf. Nou, meerdere, want die gaat ook nog weer een kinderkledinglijn opzetten. Dus binnenkort zitten we ook weer allemaal op kantoor, vanaf eind juli. Waar?
Noordwijk Hout. Hebben we een kantoor gehuurd. Ja, want nu doen we alles thuis. En dat levert er ook wel stress op. Want je bent eigenlijk, ik zit s'avonds gewoon vaak tot, dan zit ik smiddags wel even in de zon, maar dan zit ik s'avonds tot 10 uur zitten te werken. En ik wil eigenlijk gewoon weer een soort van baan hebben. Weet je wel, dat ik, als we geen opnames hebben, dat ik gewoon lekker op de fiets heen ga. En dat ik gewoon de hele dag ga werken en s'avonds lekker thuis kom. En hoe werkt het televisiewerk van, want Maxime en Montana hebben nu ook een televisieprogramma. Zit dat dan, is dat gewoon een apart contract met Talpa? Dat is helemaal apart. Zij hebben gewoon een contract. Dus dat staat buiten jullie om? Ja. Okay. Het Chateau is dat, ja. Okay. En longt de retail nog wel eens? Want jullie hebben natuurlijk in het verleden, ja, dat vond ik echt gewoon het leukste eigenlijk wel om te lezen, die jaren dat jullie daar in die winkel zo, ja, zo eigenwijs dingen deden en zo. Mis je dat wel eens? Ja, dat missen we wel. Dat missen we wel. Want Montana heeft dat nu natuurlijk. Ja. En wij hebben ook gezegd tegen Montana, waarom gaan wij niet een hele grote woonwinkel openen op een industrieterrein? He, dus niet meer in een straat, maar gewoon dat mensen lekker kunnen parkeren en zo. Nou wordt dat enerzijds moeilijk, want vaak krijg je dan de vergunning niet. Want er mogen alleen maar bedrijven zitten die zeg maar hele grote goederen en groothandels en zo. Oh ja, zo. Weet je wel, dat zo, ja? Ja, ze willen het centrum van het dorp willen ze niet leeg laten lopen. Dus daar zit wel wat in, maar we waren er laatst wel mee bezig. En toen zei Montana op het laatste moment van, we hadden al een pand bezichtigd wat heel mooi was. En toen zei ze op het laatste moment, nee, ik haal zoveel omzet uit deze paar meters in de Hoofdstraat in Noordwijk. En ze zegt, ik wil niet weg. Nou ja, wij zeiden, we gaan geen concurrent van jou worden. Wat zij wel goed vond. Ze zegt, doe het maar gewoon, maar dat willen we niet. Dus toen ging het niet door. Hoeveel plannen hebben jullie, zeg maar, per maand? Per maand. Ja, ik noem maar een tijdseenheid. Gemiddeld per maand. Nou, ja. Wel veel hoor. Elke maand hebben we wel een plan, denk ik. Ja, of het is een ander huis voor iemand, of het is weer een onderneming. Of, wordt nooit het is wel heel vaak. Ja? Ja. Hoe is het wonen in Noordwijk? Hoe is het om terug te zijn in ja, toch ja, het is wel lekker. Het is wel lekker. Het is natuurlijk wel veel drukker dan daar. Maar ja, je hebt ook alles bij de hand. En we zitten vlakbij het strand, dus dat is wel heel lekker voor de honden ook en zo, weet je. Ja. Maar ja, Martin die kan bijna niet over straat. Want als hij naar de Albert Heijn gaat, dan moet hij gewoon 6 keer op de foto en zo. Dus, heb je er wel eens mee gehad? Of eigenlijk? Nou ja, ik ga niet graag met hem. Ik ga niet met hem boodschappen doen bijvoorbeeld. Ik ga gewoon lekker alleen. Is het toch raar? Jij kan dat makkelijker dan? Jij wordt minder. Ja, ik kan dat makkelijker. En Maxime ook. Dus wij willen eigenlijk niet meer met Martin mee. Die gaan we gewoon alleen. Wat zielig. Ja, eigenlijk wel zielig, ja. Ja, want je wil ook wel eens een keer gewoon naar Ikea of zo. Of over het strand wandelen met de honden. Nou, ik denk, ik ga hem niet meenemen. Dat is, nee, het is gewoon is niet fijn. Dat is echt wel een nadelen van de hond, hè? Ja, dat is echt een nadeel, ja. Maar ja, het is onlosmakelijk met elkaar. Ja, het heeft voor- en het heeft nadelen. Dus ja, daar moet je het gewoon mee doen. Hey, en als het gaat om dat BN'erschap, is natuurlijk super lucratief, ondernemerstechnisch. Toch? Ja. Je hebt het over miljoenenbedrijven inmiddels. Calculeren jullie... Want voor alle televisiehelden geldt dat je op een gegeven moment is het klaar. Tenminste, het zal op een dag wel klaar zijn. Ja, ja toch? Ja, ja. Nou, nog niet, maar als het zover is, nou ja, dat heeft ook weer voordelen. Maar bereid je je daarop voor? Nee, niet echt, nee. Je ziet wel wat er komt. Ja, maar hoe moet je daarop voorbereiden? Ja, weet ik veel, dat je gaat sparen of zo. Dat als je straks helemaal geen kost meer hebt. Of wij zijn toch geen mensen die heel veel geld uitgeven. En het geld wat we verdienen stoppen we in ons huis. Dus ik bedoel dat... Dat is eigenlijk natuurlijk altijd verstandig. Je had contant afgerekend, las ik gisteren ergens. Nou, dat is niet waar. Nee. Word je daar soms niet ziek van? Kijk, Martine, dan gaat hij naar de supermarkt. Dan neemt hij wel zo'n blaadje mee, weet je. En dan lees ik het door. En dan zeg ik, nou joh, het klopt allemaal wat erin staat. Nou, dan gaat hij in een grote doos. Ik ben al blij als het waar is wat erin staat. Weet je wel, als het niet waar is, vind ik het wel vervelend. Maar ja, dat hebben ze in het begin al tegen ons gezegd. Je moet eigenlijk gewoon nooit ergens op reageren. En die neiging heb je wel eens. Ook wel eens op Twitter of zo. Of weet je, of op Facebook dingen. En dan denk je wel eens, nou ga ik wat zeggen. Maar dan denk ik, nee, doe dat maar niet, joh. Moet je gewoon principieel niet doen. Moet je gewoon niet doen, want je krijgt weer een weerwoord. Je krijgt hele discussies en denk ik, ja... Die mensen weten gewoon niet hoe het zit. En dan kan je ze ook niet kwalijk nemen. Dus ja. Je bent toch een soort Nederlands elftal, zeg maar. Iedereen heeft een mening over jullie. Ja, weet je. Ja. Want hoe ga jij om met social media zelf? Nou, ik doe daar eigenlijk bijna niks mee. Ik heb best wel veel volgers op Instagram. En ik denk, ja, ik zal ze... Als je dan gewoon een shampoo in de hand houdt, dan kun je heel veel geld verdienen. Ja, maar ik wil dus geen reclamezuil worden. Nee, nee. Maxime is daar commerciëler in, hè? Ja, Maxime die verdient echt wel de geld ermee. Die heeft natuurlijk ook het bedrijf Meiland Online Marketing, MOM. En die doet dat. Die doet echt deals die bij haar passen. Die heeft ook een, hoe heet zoiets? Geen manager, maar zo'n bureau die dat... Ja, zo'n influencer agency. Ja, precies. Dus als ik dingen voor haar binnenkrijg, stuur ik ze door.
Daar was ik op een gegeven moment wel blij, omdat ze krijgt zoveel bienen. Dat je dat niet meer dat moet ik daar managen. Vanaf ben, ja. En er zit gewoon een bureau tussen nu? Ja. Oké. Okay. En die doen echt dingen die bij haar passen. En hoe doe je dat met Martien? Want Martien wordt natuurlijk helemaal bedolven onder de commerciële aanvragen. Ja, dat doe ik. Want dan zeg ik, joh, kom even weer de mails beantwoorden. Nou ja, heel veel dingen weet ik al. Dan is gewoon nee, weet je wel. Meestal is nee. Oh nee, hoor. Nee, joh, mij niet bellen. Weet je wel? Niet bellen. Zo, en dan denk ik, oké, nou, ik snap het wel. Dat is, maar soms zitten er leuke dingen bij. We kregen bijvoorbeeld laatst... werden we benaderd door Hallmark. En ja, dat zat ik zo te lezen. Dacht ik, ja, dat vind ik dus wel heel leuk. Omdat die kreten zo leuk zijn uit de serie. Weet je wel, van Maxime natuurlijk het wijnen, wijnen, wijnen. En in het loop der tijd zijn er gewoon allerlei kreten blijven hangen bij de mensen. Nou, en toen hebben we dus wat contact via Zoom nog toen gehad met Hallmark. Toen zijn we een keer naar het bedrijf gegaan. Nou, het is gewoon heel mooi. Ja, het is van oorsprong een familiebedrijf, maar ze zitten nu over de hele wereld. En ja. Gewoon hele creatieve, degelijk in de zin van nette mensen, weet je wel. Een goed bedrijf om zaken mee te doen. Dus ja. Dat hebben we gedaan en dat is nou online te bestellen. Qua kaartjes en zo. Ja. En ja. Dat zat ik net aan te denken, want je kan merchandise natuurlijk volledig uitbuiten. Je kan het shirtjes, ja. Sjaals. We hebben in het begin hebben we inderdaad wat dingen vast laten leggen van 11:30 wijnen, wijnen, wijnen. En die verkoopt Montana dus, weet je, van die hoodies leuk en t-shirtjes. En voor kinderen dan limo, 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 weet je, dat heeft ze te verkopen. Zij wel in de winkel, ja. Dus, en ook, ze heeft nu een telefoonhoesje, mij niet bellen. De Meilandjes zaten dan onder. Dus dat soort dingen doet zij allemaal, daar bemoeien wij ons niet mee. Als je kijkt naar je hele, zeg maar, carrière tot nu toe, wat zijn belangrijke ondernemerslessen die jij geleerd hebt? Ja. Dat is eigenlijk wel, dat noemen ze dan bij jezelf blijven. Zegt hij, blijf bij jezelf, weet je. Maar het is eigenlijk wel zo, je moet dingen doen. Ten eerste moet je ze heel leuk vinden. En je moet er niet te veel, het moet spontaan blijven. Dus je moet niet te veel dingen uit je hoofd moeten leren of onnatuurlijk. Ik heb bijvoorbeeld een campagne gehad met Vriendenloterij. Mm-hmm. En dat was op zich een goede deal en het was ook leuk. Het was een hele ervaring. Maar ja, dan uiteindelijk vind je dan toch... Oh, dan rij je daar, zie je Martien op de bushokje. En dan ga je naar huis en dan valt Martien op de mat, weet je wel. En dan krijg je zo'n gevoel van, ja, weet je, het is een beetje te veel van het goede. Je hebt nu een eigen productiemaatschappij, of tenminste zoiets heet het toch? Maken, produceren van televisieprogramma's of zoiets? Nou, het heet gewoon Renkeland. Ja, Renkeland, maar daar heb je dus een omschrijving in de KVK. Ja. Dat is, je hebt iets met televisieprogramma's. Ja. Dus even, stel, we gaan einde jaar contract af, klaar, vrije vogels. En jullie mogen doen en laten wat je wil. maar dan daag ik je wel uit dat die reality soap, die is even klaar. Dus zeg maar alleen maar jullie volgen in jullie huis en weet ik wat, dat is klaar. Okay. En ik vraag jou om een nieuw televisieformat. Zou je daar ideeën bij hebben? Of heb je zoiets van, nou nee, het is gewoon reality it is en anders dan hoef ik niks? Nou ja, reality is natuurlijk wel heel leuk en dat past ons goed. En we krijgen ook wel eens ideeën toegestuurd, maar ik zou nu zo gauw niet weten wat we dan zouden gaan produceren. Nee, dus het zal toch wel altijd iets zijn met de familie, wat wij doen. Dus de belangrijkste reden ook dat je dit hebt opgericht is om dat uiteindelijk zelf te gaan doen? Nou, niet in eerste instantie, nee. Je gaat facturen sturen en je kan niet vanuit privé facturen sturen. Dus je gaat een bedrijf oprichten. Wat is dan de omschrijving? Waar ben je mee bezig? Ik ben daar mee bezig. Ja, en dan gaat iedereen... zeggen van, oh, wat erg. En oh, nog gaan ze het zelf doen. En er was ook al een beetje paniek hier en daar. Nou, dat is nog helemaal niet aan de orde. Dat zien we na dit jaar wel, wat we gaan doen. Ontmoet je John wel eens? We mochten één keer op audiëntie komen. Oh, echt? Nee, serieus? Ja. Ja. Hoe was dat? Kort geleden. Dat was, wat is het nu? Het is nu, we praten nu juni, half juni. Ja, het was denk ik in maart of zo. Maart volgens mij. En we kregen op een gegeven moment een bericht van... we hebben altijd goed contact met René Oosterman, de rechterhand van John. Mm-hmm. En die zei, ja, John wil jullie een keer ontmoeten. Toen dacht ik, nou ja, dat snap ik ook wel. Want ik bedoel, ja vind ik eigenlijk niet zo gek. Want we zijn al zo lang natuurlijk goede hit op tv. Ja. En dus dat was wel een dingetje. Ik zeg, nou, ik wil de meiden ook graag erbij hebben. Dus we gingen met z'n vieren. Nou, hartstikke leuk. Dus we hebben daar een uur aan zijn grote vergadertafel gezeten. Nou, super vriendelijke man. Want wij hoorden wel hier en daar van, nou ja, nee, die is niet aardig. Of die blaft mensen af en zo. Ik denk, nou ja, ik zie het wel. En dat was een heel leuk gesprek. Ja, dat was een leuk gesprek. We deden allemaal ons zegje. En het was gewoon lekker een beetje rommelig. En weet je, net als aan de keukentafel, zeg maar. En het was heel positief.
En tot slot zijn veel jonge mensen die willen hetzelfde als jullie. Hè? Die willen ook beroemd worden en de televisie op of influencer worden. En wat is je advies aan zeg maar, alle jonge gasten die zitten te kijken? Kijk veel jong volk naar 7DTV en die willen dit allemaal. Wat is je advies? Ik heb werkelijk geen idee. Nee. Ik heb werkelijk geen idee, want ik vind dat hele influencer gedoe. Ik vind het allemaal zo'n vreemde wereld. Ik ben natuurlijk uit 1963. Ja. Kijk, en wij, Maxime is van een hele andere generatie. Ja. Die zei al toen we naar Frankrijk gingen, toen zei ze nou, en dat wordt vast een succes. Ja, papa, mam, en dan gaan allemaal mensen gaan spullen opsturen naar ons. En dan krijg je allemaal cadeautjes, zei ze. Martin, ik keek elkaar, waar heb je het over, Maxime? Wat lul jij? Dingen opsturen, wat dan? Thee, koffie, wat gaan ze opsturen? Ze gaan van alles opsturen. Nou, ze heeft zo gelijk gekregen. De ene doos naar de andere kwam binnen met tuingereedschap, met spullen voor de honden, koffie, thee, een strijkbout. Weet je wel, als het in de serie zat, nou nog steeds hoor, want we hadden een lekkage in de stal omdat we een bevroren kraan hadden, krijgen we een kraantje toegestuurd. Weet je wel, die vorstvrij is. Maar dat is inderdaad zo doorgegaan. En dat is dus gewoon. Ja, ik weet niet, dat social media en dat contact en steeds maar alles weten, dat is zo nieuw. En Maxime, die maakt dus reclame op de nieuwe manier inderdaad, via Instagram. En dan zegt ze, ja, jij moet er ook meer mee doen. Dan zeg ik, ja, maar dan moet ik een foto van mezelf gaan maken. Wie zit er nou te wachten op mijn foto? Ja, maar dat vinden de mensen leuk, wat je aan het doen bent. Nou ja, dan denk ik plaats liever een leuke foto van een hond of zo. Maar dat is het dan weer niet. Oh. En ik heb inmiddels iets van 170.000 volgers. Maar, maar ja, niks mee. Nee, maar Martin heeft al iets van 650 of zo. En Maxime ook tegen de 600.000. Dus ja, maar ik wil geen reclame gaan maken. Weet je, Dus je drijfveer is geen geld? Nee, zeker niet. Hm. Nee, wij moeten wel echt dingen doen die we leuk vinden. Anders kunnen we het ook niet. En ik kan dat helemaal niet. Ik kan helemaal niet dingen doen die ik niet leuk vind. Dat zie je gewoon aan mij. Wat voor rapportcijfer geef je levertje op dit moment? Nou, toch wel een 8, denk ik. 8+. Ja. Nou, vind ik prima. Ja. Zou ik het voor doen. Mag je heel veel succes wensen met alles wat je nog in de toekomst gaat doen. En leuk dat je mijn gast wilde zijn. Ja, dankjewel. Graag gedaan. En dankjewel voor het kijken naar weer een gesprek hier op 7DTV. En een leuk inkijkje in de wereld van de Meilandjes. En als je hebt geluisterd naar de podcast, ook dankjewel voor het luisteren. Hoi!